Ja. Ja. Koude dag. Zitten we dan? Ja. Ja, hij begint gelijk op zijn telefoon, hè? Ja, ik pak gelijk de onderwerpen erbij. Het is niet, zeg maar, desinteresse of zo. Ik dacht al, dat is echt een slecht begin van de podcast. Dat is echt een kut. Nou, van harte welkom bij de podcast. Maar ja. Nee, inderdaad. Nou, je neemt het al over. Van harte welkom inderdaad bij de Recht voor je Raar podcast. Mijn naam is Don, dat is Emre. En vandaag voor de 10e aflevering in ons midst, Arjen Lubach. Midst of us all. Ja, hallo. Lachen dat je... Nou ja, mee wilt doen, dat ten eerste. En dat je tijd hebt kunnen vrijmaken, dat wordt zeker gewaardeerd. Nou, geen probleem. Ja, echt heel vet, man. Dat lachen moeten we nog even zien, maar... Ja, nee, dat is inderdaad. Misschien gaan we huilen. Ik weet niet wat voor onderwerpen... We kunnen de 9e aflevering kunnen we niet nadoen. Wat was er in de 9e gebeurd? Oh, ja. Dat we... Nou, dat ging te lang verhaal? Poep in plasgeintjes vooral. Oh. Ja. Oh. Ben je daarvan of niet? Nee. Nee? Ik hoop niet dat het die kant op gaat. Dat had ik me niet voor... Nee, weet niet. Het is soms op commando zo ingewikkeld. Want ik kan ook zelf wel soms wel heel flauwe grappen hebben met sommige vrienden. Dan denk je echt, dit is echt te flauw voor woorden. En dan moet ik ook zelf op mezelf lachen. Omdat mensen altijd denken van, oh ja, Arjen Lubach met zijn satire. Die zit dan dit soort grappen te maken. Zo. Dus het is maar je kan het ook moeilijk aan of uitzetten. Klopt. Want soms, ik ben wel eens gevraagd voor podcasts of voor dingen. En dan is de insteek, we gaan lekker flauw en droog doen. En dat kan ik dan niet zo goed op commando. Terwijl als ik gewoon met vrienden op vakantie ben, dan ben ik de flauwste en de droogste en de slechtste grappenmaker ooit. Dan ben je aan, dan is het echt het moment. Dus het is een beetje hoe het voelt. Dus misschien komt het eruit vandaag en zo niet. Excuses alvast. Maar heb je een favoriete comedian? Oh, ik heb een aantal favoriete comedians. Noem maar eens een. Eddie Izzard, ken je die? Ja. Eddie Izzard vind ik te gek. Dat is iemand die is al heel lang bezig, best wel oud. Dus die Britse man, toch? Ja, ja, die altijd in vrouwenkleren optreedt. Exact, ja. En die is een... Die is, geloof ik, ooit begonnen als straatartiest. Okay. Waarbij die soort gekke street performances deed met een ander iemand. En toen moest hij het publiek altijd een beetje gaande houden. Dus toen kwam hij erachter dat mensen ook altijd heel hard moesten lachen om zijn... Niet om zijn fysieke humor, want zij deden dit met dingen met vastbinden en goochelen en zo. Maar toen kwam hij erachter dat hij had gekletst, dat mensen dat heel leuk vinden, die onzin. En toen is hij zo langzaam de stand-up ingerold. En super lang bezig al, van het begin jaren 90 of zo. En het zijn hele weirde, absurde shows. Het is eigenlijk... Het gaat eigenlijk nergens over, maar toch gaat het overal over. En Eddie is het echt gek. Oké, okay, nice. Ja. Is het heel gek dat ik hem niet ken? Beetje. Ben ik dan echt... daar is de deur. Nee, je staat even een minuutje buiten spel. Oké, okay, ik zet mezelf even uit. Ja, okay. Dus even een minuutje meer. Ga ik over Louis C.K. Ja, Louis C.K., oké. Dan sta jij man. Een minuutje buiten spel nu. Dus ik ben weer kijk. Is Louis C.K. geen goeie? Vanwege zijn gekke actie zeker. Nee hoor, nee. Louis C.K., kijk, dat is die eeuwige discussie dat je... De comedian moet loskoppelen of de mens moet loskoppelen van art, zijn werk. Separate from the artist. Laten we heel duidelijk zijn dat even ongeacht zijn acties of wat je nu nog van hem vindt als mens of hoe dan ook, dat zijn comedy echt fucking goed was. En vast nog wel is. Ik heb sindsdien niet echt veel meer materiaal van hem gezien. Precies. Maar nee, dat staat buiten kijf, geloof ik. Dat de meeste mensen het daar wel over eens zijn. Zelfs de mensen die hem haten. Ja, dat was inderdaad een beetje het punt wat ik ook wilde benaderen. Dus thanks man. Je haalt de woorden uit mijn mond. Ik ga You're gone. Een minuut buiten spel. Ja, later. Ja, of ik. Precies, gelijk weg. Ja. Maar ja, dat is een... Ik ben verder een goede comedian. Ik weet denk volgens mij wat jouw keuze is. Nou? Eddie Murphy. Ja, sowieso, man. Waarom bepaal jij dat voor hem? Oh, dat doet hij altijd. We kennen elkaar. Oh, nee, okay. Hij gaat waarschijnlijk een referentie maken naar Raw en naar Delirious. Ja, okay. Ik vind het wel jammer dat hij heeft buiten die twee shows niet heel veel aan stand-up gedaan. Dus dat vind ik echt enorm jammer. Heeft hij niet weer een nieuwe nu uit? Ja, en wel een nieuwe film, maar ik weet niet of er een nieuwe stand-up... Volgens mij ging hij opnieuw stand-up. Ging hij weer... Serieus? Ja, volgens mij was dat het plan. Dat hij nu een tour heeft aangekondigd of zelfs een special al. Dat is wel echt heel vet. Ik weet niet of hij naar Europa komt, maar dan ga ik er 100% heen. Ja, het is denk ik ook wel een beetje nostalgie, omdat die shit is al zo oud. Ja. Maar ik heb het zo vaak gezien en zo vaak teruggekeken. En tuurlijk zijn er tegenwoordig veel, waarschijnlijk wel betere gasten. Of die hebben alles op een andere manier technisch in elkaar gezet. Maar dat was vroeger gewoon zo puur, omdat toen kon je ook zoveel zeggen. Ik weet niet, voor mijn gevoel is dat tegenwoordig wel een beetje... Is comedy wel wat veranderd? Lastiger. Nou, de wereld is veranderd. En ik denk dat comedy mee verandert. En weet je wel, je hebt gewoon een... er is een aantal onderwerpen nu waar mensen wat krampachtiger mee omgaan.
Dus vooral als het gaat om die social justice-achtige onderwerpen, zeg maar, de gelijkheid en van geslacht en van geaardheid en van ras en al die dingen. En er is een hele stroom mensen die zeggen dat je inderdaad daardoor bepaalde grappen niet meer zou moeten mogen kunnen maken. Ik denk dat je alle grappen moet kunnen maken als het maar gewoon goede grappen zijn. Klopt. Dus ik weet niet of het nou zo is dat je vroeger nou meer mocht zeggen. Kijk, vroeger was het natuurlijk makkelijker om te shockeren. Maar nu denk je gewoon van, ja, dit hebben we al wel eens gehoord. En vroeger was het echt... Iemand heeft ooit voor het eerst een hele harde grap over... Weet ik veel, zeg maar wat, over mensen met het syndroom van Down gemaakt. Of zo. Ja. Of een keer... dit was geloof ik George Carlin. Die heeft volgens mij ik weet niet hoeveel woorden het waren, maar iets van de 12 woorden die je niet op televisie mocht zeggen, gezegd. Nou, dat was een grote... Gewoon in één stuk gelijk. Ja, dat was het echt een fuck cunt pussy. Weet je wat dat ging zo? Hij was toch ook de guy die God de hele tijd... dit en God dat. Nou, precies, altijd in twijfel trok van wat hij allemaal deed en zo. Ja, hele atheïstische gedachten. En dat is natuurlijk ook op een gegeven moment een comedian geweest die daarmee begon. Dus en zo schuift alles een beetje op. En inmiddels moet je gewoon... mag je denk ik alles wel zeggen. Alleen we zijn niet meer zo snel gechoqueerd. Dus je moet gewoon denken, ja, het is gewoon niet zo'n hele leuke grap. Of een hele fucking goede grap. Maar dat is meer nu het onderscheid waar ik naar kijk dan nou per se van, oh, dat onderwerp, dat is goed dat hij dat een keer zegt. Want er zijn niet zoveel onderwerpen meer. Ja, precies. Ik denk dat het ook inderdaad is. Je kan wel over alles grappen maken, maar de grap hoeft niet per se goed te zijn. Nee. Hij hoeft niet in de smaak te vallen. Maar ja, precies. Ja, zeg maar, de persoon hoeft hem niet leuk te vinden, maar je kan hem nog wel over alles grappen maken. Ja, ja, het moet gewoon zorgen dat het een goede grap is. Ja. Anders ben je gewoon klaar. Dan heb je die minuut time-out, is gewoon oneindig. Wegwezen. Dat is het stomme met comedy natuurlijk. Comedy moet altijd leuk zijn. Ja. Dus het is net als met ons televisieprogramma, is het ook, wij zijn, ik bedoel, misschien vinden mensen het leuk of niet, dat is je eigen oordeel. Alleen, ons streven is om, zeg maar, om de 10 seconden of om de 20 seconden, moet er een lach vallen. Ja. Want dat is comedy. Want als ik een minuut lang grappen aan het vertellen ben die niet zo grappig zijn, dan ben ik weg. Terwijl als je in een talkshow kijkt of zo, dan heb je een minuut lang niet zo heel leuk gesprek. Dan denk je van, ja, oké, okay, over een minuutje is vast wel weer leuker. Ik blijf maar kijken. Ja. Maar comedy is echt killing. Dat is meteen of het is leuk of niet. Het kan niet een beetje oké zijn, zeg maar. Maar is dat een soort streven dan? Want nu leer ik er eigenlijk best wel veel over dan in één keer. Van, is dat best wel een soort procent dat je denkt van, ja, om de 10, 20 seconden moet er wel iets van grappig komen. We hebben niet een stopwatch erbij van alleen we soms schrijven een stuk en dan inderdaad dan zien we, oh, wacht, we hebben nu al anderhalve pagina, eigenlijk niet echt een leuke grap. Yeah. En dan gaan we wel zeggen, oh ja, maar er zit hier nog wel ruimte, dus dan gaan we wel een grap invoegen om de grapdichtheid hoog te houden. Ja, maar dat is, ja, wij zijn comedymakers. Ja, nee, tuurlijk, nee, maar dat is dus nice. Nee, precies, dus dat vind ik heel nice om te zien, want kijk, zo zal een stand-up comedian natuurlijk ook zijn show in elkaar zetten. Ja. Ja, en als jij dan 3-4 grappen achter elkaar maakt die niet aankomen, ja, op een gegeven moment dan ben je het publiek ook kwijt. Zeker. Ja, ja, dat is niet de bedoeling. Ik vind de term grapdichtheid eigenlijk ook wel iets. Grapdichtheid. Goeie term, hè? Ja. Ja. Maar dat was ook in de tijd, ik heb vroeger rap battles gedaan veel. Oh, ja? En dat was toen ook zo. Ik bedoel, als jij een paar lines achter elkaar deed die gewoon niet aankwamen, wist je gewoon, ik ben de lul. Ja. Want als ik nu niet terugkom, als ik nu niet terugkom met een goede lijn, dan is het publiek is helemaal weg. Ja, ja. Dat is precies hetzelfde inderdaad, man. Had ik ook toen ik rap battles deed. Deed jij rap battles? Nee. Maar je hebt wel laatst een track gemaakt. Dat heb ik wel gezien met Fresco. Ik heb wel veel gerapt en mijn eerste comedy zeg maar prestatie was ook een rap. Dat was echt heel lang geleden. Jullie kijkers waren toen niet geboren, maar dat weet je. Oh, even, weet ik veel. Wij richten ons op de senioren. Oh, oké. Okay, ja. Jullie waren zeker geboren. Ik zag jullie toen in de disco. Nee, er was een liedje dat heette. Het was een parodie op Eminem met Stan. En dat heette Jelle heette dat. En we hebben dat afgelopen december nog in AFAS Live gedaan als een soort reunieding. Dus dat was een rap en dat was eigenlijk mijn eerste comedy prestatie. En sindsdien heb ik best wel veel gerapt. Maakte ik de rap service voor Koefnoen. Ik weet niet of je dat kent. Koefnoen ken ik wel, maar niet de rap service. Nee, Koefnoen had een onderdeeltje in een paar seizoenen, niet alle seizoenen, aan het eind. Dat was een minuut lang of een paar minuutjes lang. En dat was eigenlijk een soort samenvatting van de week. Helemaal gerapt en gemixt met geluiden uit die week en zo. Dus, en dat maakte ik ook samen met Edo. Oké, vet. Dus ik heb best wel veel nice, man. Rap shit gedaan. Goeie shit, man. Ik ga niet battelen nu, maar... Nee. Ik haat het echt als iemand zegt van, als je het een keer aanhaalt, ja, doe even een stukje. Oh ja, nee. Doe even een stukje. Dat is met elke artiest is het eigenlijk zo. Alsof je zo'n jukebox bent. Nee, maar dat is met comedy natuurlijk ook. Vertel eens een grap. Ja, precies. Als ik in het buitenland ben, aan een comedian, zegt ze, oh, tell me a joke. Ja.
Ja, er two tits in een envelop. Boom. Ja, dat is wel leuk. Grap. Ja, maar ze denken dat je altijd aan bent. Nou ja, dat is ook een cliché dit, maar dat zeggen ze ook niet. Want wanneer ben je een bakker? Oh, een bakker is een krentenbol. Dat is gewoon niet... Ja, ja. Zo werkt het niet met werk. Dat eerlijk, het zal wel chill zijn. Het zou wel leuk zijn dat je altijd overal een krentenbol... Gewoon uit het niets. Zo bak een krentenbol, bam. Maar ja. Dus ik ben een bakker. Hey. Zo, ja. Hier heb je een krentenbol. Ja. Heerlijk. Ja. Dat hij ook gewoon zijn kassa ineens vandaan haalt. Dat wordt dan €2,53. Ja. Zijn krentenbollen €2,53? Geen idee. Ik weet het ook niet. Het is tegenwoordig duur vooral hier, man. Weet holy shit. Niet? Ja, weet je, maar... Ik heb net een panini gekocht. Kan gelijk een hypotheek afsluiten. Ja, maar weten wij alle drie niet wat je betaalt voor een zak krentenbollen? Ik hou niet zo van krenten. Te veel YouTube money. Ja, nee man. Ik denk wat een zakje krentenbol. Ik denk €2 of zo misschien. €3? Ik denk het ook. Maar ik koop het ook nooit. Dus ja, ik kijk niet naar de zoek prijs. Zoek jij het op in? Ja. Even opzoeken. Maar gewoon luxe krentenbollen. Ik wil echt die biologische krenten. Nee, gewoon echt gewoon... Ghetto. Gewoon krentenbollen. Gewoon een zak krentenbollen die je vroeger op school kocht als je... Als je in de pauze van je middelbare school... Ik krijg meteen allemaal hele weirde suggesties van... Krentenbaard. Krentenbaard, gadverdamme, ja. Dat is super smerig. Wat is een krentenbaard? Dat is, weet ik niet. Ja, zo'n soort uitslag bij je mond of zo. Ik weet niet waarom dat tevoorschijn kwam. Waarom noemen ze dat een baard? Ja, ik zie het wel, hè. Laatst gezocht. Nee. Hoe kom ik van een krentenbaard af? Zak. Ik begin gewoon met zakje. Dan krijg je nog weirdere shit. Zakje. Zakje krentenbaard. Zakje krentenbollen. Even kijken. Oh ja. Hier. Nee, het is goedkoper. Nou 1,40, 1,50. Ja, oké. Okay. Ik vind dat we het goed hadden. We zijn helemaal in touch, €2, in touch met de samenleving. 1,30? Stil. Je had nog steeds een minuut time-out. Oh, sorry maar. Ja. Maar is dat jouw ontbijt, krentenbollen? Nee, helemaal niet. Is een krentenbol zoet of hartig? Hartig, toch? De krentenbol zelf hartig? Nee, maar gewoon het geheel. Het geheel. Je eet een krentenbol. Hier, is dit wat je nu krijgt, is dit zoet of hartig? Zoet. Hartig, toch? Zet maar in de comments wat jij denkt. Nee, de eeuwige discussie. Ja, wat denk jij dan? Ik dacht altijd hartig. En ik had het een keer gezegd tegen wat mensen, die werden helemaal gek. Tuurlijk niet, is zoet gek. Dat was echt gewoon een opstand bij krenten zijn hartig. Daar ben ik echt de vrienden door verloren. Ja? Maar is dit dan ook zo'n onder de rivier ding en boven de rivier? Ja, zoals patat en friet. Nee, ja. Nee, volgens mij is dit gewoon waar of niet waar. Is het patat of friet? In mijn ogen patat, want ik kom uit Groningen. Oh ja, oké. Okay. Ja. Maar het maakt echt niet uit als het maar lekker is. Dat sowieso. Patatje, frietje, al noem je het gesneden aardappel in een oven. Pragmatische insteek. Maakt niet uit. Netjes. Ja, lekker man. Dat is gewoon... Gaat dit ook nog ergens naartoe, deze podcast? Of is dit ongeveer wat we dit nu dit is ongeveer het niveau. Okay. Nee, dat weet ik wat nou, we op zich, ik wil het wel aanhaken. Heb jij... kijk je UFC-gevechtsporten? Oh, nee. Nee? Nee. Nou, snel afgelopen. Ja, nee. Nee, maar daar had ik het inderdaad nog met van deze podcast. Nou ja, ik wil dit wel heel even aankaarten. Nee, maar want kunnen er was jullie wel even over hebben? Dan kan ik even wachten gewoon. Er was een groot gevecht gaande. Conor McGregor, moet je wel kennen. Ja, die heb ik wel eens gezien. Ja, die was laatst zeggen cowboy aan het vechten. En dat was een kort gevecht. Maar je kijkt dus niet. Ik heb maar... geen idee waar. Nee, ik heb die naam. Maar verder, ik wist niet dat er een gevecht was en dat die kort was. Oké. Okay. Nee. Maar is de reden dat je het niet leuk vindt ofzo? Of hou je gewoon niet van dat mensen elkaar om elkaar trappen ofzo? Nee, weet niet. Ik hou gewoon niet zo van sport. Ik kijk ook nooit voetbal of basketbal of tennis. Of ik kijk gewoon geen sport. Okay. Kan me gewoon niet zoveel schelen. Nee, perfect toch? Ja. Ja. Sorry. Ja, nee, maar als je niks aangaat, een dikke prima. Wat kijk je dan wel? Comedy. Kijk, en ook wel gewoon films en goede series en documentaires en actualiteitenprogramma's. Voor Zondag met Lubach moet ik natuurlijk alle nieuwsuren en Pauw en Jinek en Pauw is gestopt, maar op één en al die dingen. Ja, die moet je wel gedurende het seizoen moet je dat wel kijken. En voor mezelf gewoon, ja, gewoon series en podcasts. Noem eens een serie wat je echt chill vindt. Ik heb laatst, dat vond ik wel best wel gaaf. Het was een beetje... In dubio in het begin, maar dat was The Morning Show. Die was op Apple TV met Jennifer Aniston. Dat gaat onder andere over de MeToo-wereld en de mediawereld. Oké. Okay. Is het een fictie-serie? Ja, het is fictie. Maar okay. Het is wel... Het is gewoon een drama-serie, zeg maar. Ja. Maar ik vond het wel... Ik werd er steeds meer... In het begin dacht ik, ik vind hem wel leuk, maar ik weet niet zo goed waarom, want het is verder niet zo goed. En ik geloof dat toen het af was, vond ik het ook wel gewoon een goede serie. Oh, het is zo raar hoe dat soms loopt. Ja, ja, ja. Ja. En wat heb ik nog meer gezien? In de bioscoop 1917.
Ja, die blijkt fucking goed te zijn. Dat is maar wel vet, ja. Ik heb hem nog steeds niet gezien. Eigenlijk elke bioscoopfilm mis ik elke keer. Klopt. Ja, het stomme van 1917 is eigenlijk moet je gewoon niks weten. Dus ja, je weet dat het het jaartal afspeelt in 1917 en dat de Eerste Wereldoorlog toen was. Dus dat is oké. Maar alles wat je zegt van wat ik daar tof aan vind, dat spoilt het een beetje. Mm. Okay. Dus je moet eigenlijk, voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, ik praat ook steeds met jullie kijkers, maar dit zijn ook luisteraars natuurlijk. Ja, ze staan hier achter het raam ook. Ja. Maar voor jullie dan, nee, dat is echt wel een aanrader. Ja, zeker op groot scherm, goed geluid. Ja. 1917, ja, ik hou wel echt wel van oorlogsfilms, man. Ik weet niet, het is gewoon iets wat van het verleden en zo. Doet wel veel met je. Ja. Nice. Hoe heet die andere film, die Tweede Wereldoorlog film van die Engelsen die allemaal weg wilden? Ja. Hoe heette die ook weer? Dunkirk. Ja, ja, ja. Ja, die was ook sick. Ik hoorde dat het ongeveer wel eigenlijk gewoon Dunkirk, maar dan van de Eerste Wereldoorlog was. Ja, hij hoorde niks zeggen, want dan speelt hij weer iets. Ja, dat is ook zo. Spoil me niks. Ik vind dat soort films juist wel echt vet. Ik weet niet veel. Ja, dan kun je gewoon een oorlogsfilm noemen en dan zeggen dat het die versie is van die. Ik bedoel. Ja, ik weet niet. Nee, maar dat valt wel mee. Heb ik ergens gelezen. Je hebt bepaalde oorlogsfilms. Je hebt bijvoorbeeld. Ik vond het een beetje de Star Wars, maar dan. Tweede Wereldoorlog. Dan de Eerste Wereldoorlog. Nee, ja. Ken je die film Jarhead? Nee. Dat is een oorlogsfilm ook, maar het gaat over de oorlog. Maar het is meer een film dat ze heel de tijd bezig zijn om oorlog te voeren, maar het lukt ze maar niet om daarin in verwikkeld te raken. Dus ze zijn continu aan het trainen, maar het komt er maar niet van dat ze in strijd gaan. Okay. Ze lopen een beetje achter de voetsporen aan. Dus dat is een hele, hiermee spoil ik eigenlijk niet zoveel, maar dat is een hele, ja, eigenlijk een hele andere oorlogsfilm. Moet ik vind dat wel vet. Sorry? Moet ik die gaan kijken? Ik zou die zeker kijken. Ik wil alleen echt must watch. Ik wil geen. Nee. Ja, kan, als je verveelt kun je wel kijken. Daar heb ik geen tijd meer voor. Het is wel. Ik wil echt dingen dat je zegt. Als ik nu naar een onbewoond eiland ga, ik mag één DVD uitkiezen. Die neem ik mee. Ja, jezus. Kom op. Dan vind ik Jarhead niet zo. Nee, maar dan hebben we dat wel. Ik was ook ergens in zo'n periode dat ik allemaal oorlogsfilms ging kijken. En toen kwam Jarhead voorbij. Dus dacht ik, oké, hij is wel goed. Maar ik heb een tijd lang heb ik alle tijdreisfilms gekeken. Dus echt alle, zeg maar, natuurlijk Back to the Future-achtige dingen en zo, maar ook gewoon echt de meest obscure arthouse tijdreisdingen. Gewoon alles waar een tijdloop of een alternatief parallel universum in een andere tijd zat, heb ik toen in 3 weken tijd allemaal gekeken. Nou ja, en toen reisde hij in de tijd terug en dan ging ze weer opnieuw kijken. Of ja, ja, ik had wel zelf een machine nodig om genoeg tijd te hebben om dat allemaal te doen. Heb je ook die Bermuda gezien? Van die vrouwen op dat schip, zeg maar? Een tijdreisfilm? Ja, onbewust tijdreis. Ik hoor nu een soort twijfel in je stem dat je denkt, kut, ik heb een tijdreisfilm. Ik weet niet of hij Bermuda heet, dat is het probleem beetje. Ja, daar ga je al. Of hij heet Triangle of zoiets. Bermuda Triangle. Hier heb ik helemaal niks aan. Nee, het gaat over een vrouw die komt op een schip en die loopt, spoiler. Helemaal kut dit. Ik weet niet, volgens mij heet die Bermuda. Looper. Ken je die? Ja, die heb ik, Looper, die is nice. Ja, dat is wel zo'n tijdreisfilm, dat hij teruggaat en dan komt hij zichzelf tegen en dat soort shit. Ja. Heb je dan Moon is volgens mij ook een soort van tijdreis-ish film. Ken je die? Dat ze zo'n guy klonen van de wereld en dan gaat hij op de maan. Dat is wel, dat is serieus. Als je één DVD zou hebben, zou ik die niet kijken. Ik heb ook echt. Nee, DVD's komen echt allemaal uit 2005. Dat en ik heb geen eens een DVD-speler. Die shit is goed. Ben jij nou een echte YouTuber? Ja, dus ja. Ja, ja. Ja, want die hebben geen DVD-spelers. Nee, dat is een rare vraag voor mij. Ja. Ik heb ook geen DVD-speler meer trouwens. Nee. Ja. Wat gaat het toch naartoe met de wereld, jongens? Dit gaat echt niet goed, man. Nee. Nee. Maar ook gewoon dat Blu-ray maakte echt een opsprong. En toen was het echt, nee, niemand heeft er zin in. Hoe oud zijn jullie? Ik ben vandaag 29 geworden, man. Oh, echt? Ja, man. Ben je jarig? Ja, man. Gefeliciteerd, man. Thanks, ouwe. Ja, ik had gebak mee, maar door ons gesprek. Ja, serieus, kijk dit. Wat leuk. Ik heb gewoon gebak mee. Ja, ik zie het staan. Ja. Wat leuk, zeg. Zo direct krijg je een slice. Nou, wat gefeliciteerd. Ja, dankjewel, man. Ja, ja, dit is gewoon een verjaardagscadeau. Ik heb vergeten waar ik naartoe wilde met deze vraag, want ik ben nog helemaal. Nee, je vroeg mijn leeftijd en toen ging ik het was door. Gewoon even benieuwd. Ik dacht even qua DVD-spelers en weet je wel waar we zaten. Maar wij schelen niet zoveel. Jij bent 33, toch? Ja. Ja. Is toch prima? Veel ouder dan dat. Echt? Ja. Nee, man. Ja. Nee. Ik ben wel wat ouder, ja. Ik heb een soort
Gast, jij bent niet... Je bent wat, 36? So, what's up, fellow kids? Heb ik aan. speaker zo, je hoort hem. Zoek maar later maar op waar ik ben. Nee, maar wij komen wel uit de tijd van videobanden, niet... DVD's, precies, cassettebandjes. Dus dat overlapt wel. Ja. Okay, ja. In de tijd van muffe videotheken waar je dan heen ging om cassettebanden en videobanden te huren. En dan terugdraaien als je thuis was. Dat is waar, eenmaal. Ja. Dat waren de goede tijden, man. Goede tijden. Nee, je wilt er niet terug naar die shit. Heerlijk. Ik vond het echt lekker. Weet je waarom? Want ik mocht daar altijd... Porno uitzoeken. Nou, niet uitzoeken, maar ik kon het wel altijd zien. Ja, precies. Ik kwam daar en toen dacht ik... Jij stond meteen om dat muurtje precies, te krijgen. Precies, je had zo'n soort geheim hoekje had je altijd. En toen dacht ik van, what the fuck is dit? En dan, mijn ouders gewoon niet, of weet ik veel, was ik met iemand daar. En dacht ik van, wat is dit weg? Eigenlijk? Wat is dit eigenlijk allemaal? En dacht ik, holy shit. Kom, doe je broek aan, we gaan weer. Dit wil ik huren. Nee, Pirates of the Caribbean, XXX. Een rare wending van het gesprek dit, hè? Hoezo? Ja, maar dat komt door jou. Jij zegt porno. Ik wilde zeggen, die old school games die je daar kon huren van de Nintendo en Super Nintendo. Oh, daar wilde je naartoe. Ja, maar ja, door jou... Het kon er allemaal. Ja. Wilde Westen vroeger. Was goede shit, man. Ik neem even een stapje terug in dit gesprek. Oké, okay, nee, cool. Oké, okay. Nou geeft niet. We weten al waar jij uitspookte. Was jij niet die guy die achter de toonbank juist stond? Die films duren. Hoezo? Verhuren. Nee. Ik heb heel veel rare baantjes gehad, maar ik heb nooit bij een videotheek gewerkt. Wat was je raarste? Ik was havenmeester op Vlieland. Oké. Okay. Moest ik zeilboten zeg maar binnenhalen en plekken toewijzen. En dat soort shit. En ik ben telemarketeer geweest. En ik ben pizza-courier geweest. En ik was toen ik 19 was ik taxichauffeur. Oh, dat is nice. Stond helemaal nergens op. En dus allemaal dat soort dingetjes. Je hebt veel gedaan. Ja. Ja, ik kom, okay, van pizza-courier. Ja. Ananas op pizza, ja of nee? Ja, absoluut. Hoezo? Dat is ook weer zo'n ding waar mensen het dan over hebben. Ja, nee, nee, absoluut. Ik sluit me sowieso altijd buiten de discussie, want ik vind ananas sowieso al niet lekker. Ik duik er diep in en ik ga vol voor... Ik neem zelf eigenlijk nooit meer pizza's met ananas, maar ik heb een tijd lang... had ik met een vriend een pizza Hawaii dan, denk ik. Ja. En dan... wat een dom verhaal dit. En een sixpack Heineken. En dat was denk ik wel een paar maanden lang ons dagelijkse... Dagelijks? Ja, nou, dat is overdreven. Maar op een gegeven moment kreeg ik een slechte huid en zo. Word je helemaal geel? Ja, je werd helemaal gek. En toen ben ik maar wat gezonder gaan leven. Ik heb het over toen ik 18 was of zo. Oh, ja. Dat was 2 jaar geleden, toch? Ja, vorig jaar. Pizza op... Nou, ananas op pizza. Maar ik was niet zo'n goede pizza-courier. Niet? Want ik viel steeds met die brommer. En dan kwam ik aan bij zo iemand. Dan was ik gevallen. En dan had ik zo helemaal met het gezicht zo over de straat gesleept. Zo. En dan had ik helemaal zo'n schaafwonden hier zo met bloed. En dan kwam ik aan. En ik had geen... Mijn mobieltje was kapot gevallen of zo. Weet ik, of die had ik misschien nog niet eens. En toen belde ik aan. En toen zei ik tegen die vrouw van... Mag ik even naar het bedrijf bellen? Want ik ben gevallen. En toen zei ze die pizzadoos open. Ja, mijn hele topping is eraf. Ik dacht, oké, maar ik breng wel een nieuwe. Maar ik ben helemaal... En dan werd ze heel boos dat de topping eraf lag. Terwijl er gewoon een soort bijna. Zo'n gewond joch, waterboordje. Ja. Jouw topping was er ook af, maar dat boeide gewoon niks. En dus toen ben ik op een gegeven moment maar gestopt. Te veel gevallen. Ja. Gezichtsverlies. Ja, letterlijk. Nice. Daarom, ik koppel maar even in. Ja. Nice, man. Nee, ik denk misschien is het een tactiek van... Jullie zouden zo'n bord moeten hebben met geluidjes. Dan kon je jou nu soort van... Oh, nice. Ja, dat is wel een goeie, man. Die gaan we onthouden. Heb ik op televisie ook. Zo'n soundboard. Ja. Wat voor geluidjes heb je er allemaal op? Katten. En toetertjes. En de befaamde bedoemtsch. Nee, want dat vind ik te cliché. Oh, cliché mag. Maar wat voor toetertjes dan? Een airhorn natuurlijk. Zo'n oldschool die jaren 2000 DJ. Ja, precies. Zo'n trap DJ. Juist. Ja, man. Dat was goede shit. Ja. Dat was een mooie What's tijd. What's up, New York? Juist. Terwijl ik dacht van stop, ik wil de track horen. Maar die kun je ook gebruiken als je mensen een beetje dist. Dus dan zeg je van, oh, weet je wie er in de Tweede Kamer zijn moeder en zoiets. En dan... Dat zou wel nice zijn. Ja. Nou, we doen ook veel aan livestreamen. Dus daar heb je ook allemaal soundboards en dingen. Nee, dit is niet, dit is niet live. Okay. Kijken nu 4000 mensen, maar zwaai maar even. Ja. Hallo mensen. Ja. Hey, Blue Monday was laatst. Gisteren. Ja. Laatst. Ja. Last van gehad?
Nee, ik doe nooit zo aan die dingen. Wacht, ja, Blue Monday? Ja, dat is... wat is ja, het? Nee, van Blue Monday, maar waarom was dat gisteren? Ik weet niet. Ik weet niet meer... Jij weet het misschien beter, maar het is dan geloof ik de maandag in het jaar dat het... Kijk, de feestdagen zijn voorbij. Het is koud. En de zomer duurt nog heel lang. Dus dat, ja. En het is een maandag en de vakanties zijn ver weg. En zo, dus mensen zijn dan altijd... Een hele depri dag van het jaar, zeg maar. Ja. Het was de meest depri maandag van het jaar. Dat is geloof komt ik het wel idee. Op neer. Ja. Ik had er wel een beetje last van. Ja? Ja, ik weet niet. Ik was gisteren niet voor echt dingen te porren of zo. Shut the fuck up. Jij slaapt sowieso pas om 8:00 PM. Kan je nagaan hoe kut mijn nacht was? Ja. Slaap je echt maar zo? Slaap je 's nachts niet? Ik slaap eerder 's ochtends, zeg maar. Oh. Zijn ritme is gewoon verschoven van in de avond slapen. Ben je ook net wakker? Hij heeft net avondeten gegeten. Zijn ritme, heel anders. Zijn ritme gaat ook achterstevoren. Maar jouw ritme is dus een beetje... Je zit een beetje op LA-tijd. Of New York-tijd. New York-tijd. Daarom, als ik daar naartoe ga, ik heb nooit jetlag. Nee, dat is wel heel fijn. Ja, maar als ik terug ga, ben ik fucked. Oh ja. Ik heb altijd heen gaan echt jetlags. Ja. Teruggaan boeit niet. Nee, want... ook wel. Maar ik bedoel meer... Jij zou ook teruggaan niet last moeten hebben natuurlijk. Want jij blijft gewoon altijd in New York tijd. Dus als je erheen gaat, dan leef je opeens wel een gezonde, lekker vrolijke, wakkere dag. En dan ga je terug en dan ga je weer je eigen nacht. Ik weet, we gaan het ervaren, want we hebben laatst een vlucht geboekt naar LA voor E3. Ja, klopt. Zo'n gaming conferentie waar al nieuwe games worden aangekondigd en zo. En wanneer is dat? Juni, volgens mij. Mid-juni, zo. Oh, ja. En wat leuk zeg. Ja, ja, hartje zomer. Dus, En zijn jullie dan, worden jullie daarvoor uitgenodigd als YouTubers met een groot kanaal? Of is het echt een, ben je gewoon een consument? Of ga je ook een praatje houden en zo? Nee. Ja, soms word je wel uitgenodigd inderdaad. Maar dan ga je zeg maar echt op echt klote data heen. Want het evenement is zeg maar 3 dagen. Ja. Er is een landje er eigenlijk de dag ervoor. En moet je gelijk eigenlijk de laatste dag moet je weer weg. Oh, ja. Dus dan is het veel te snel allemaal. Wij hebben nu het eigenlijk gewoon als consument gedaan. Dan hebben we gewoon wat extra dagen. Bezoeker ben je dan? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, wat je vaak krijgt is als je dan de samenwerking aangaat. Want in principe, ik denk wel dat we het zouden kunnen regelen. Want dan komt er weer een bedrijf. Hey, wil jullie daarheen? Moet je wel even 4 video's maken? Of zo, snap je? Dus ja, is precies. Het dan de afweging waard? Ja, dat verplicht je ook weer tot van alles. En, ja. Precies, terwijl we willen daar gewoon heen. We willen ons ding doen. Misschien regelen we dan de perskaarten. Dat is het enige wat we dan willen regelen. En voor de rest gewoon lekker eigen ding. Dat je geen verplichting hebt van nee, die dag moet je dat doen. Of die dag moet je dat gaan doen. Ja, snap ik wel, ja. Heb jij dat soort reisjes? Of kijk, voor ons is het best wel wereldwijd. Kan er echt van alles gebeuren, maar... is dat voor jou ook zo? Een beetje beperkt natuurlijk, omdat ik gewoon Nederlandse comedy maak. We hebben een aantal internationale succesjes gehad met die, ik weet niet of je dat nog weet, maar die Netherlands Second Trump filmpje. Ja. En nog wel een paar andere filmpjes. En vorig jaar ben ik te gast geweest bij Seth Meyers, een van die late night gasten. Dus zat ik daar opeens op de bank als een gast. Voor mij was, Daniel Radcliffe, Harry Potter en na mijn gast van Queer Eye. En ertussen zit ik. Jij daar ook weer bij. Dat was heel weird. Maar wel heel leuk. Dus soms opeens, dan heb ik opeens... Oh ja, het is toch een soort internationaal ding. En ik heb heel lang muziek gemaakt. Met The Galaxy heette dat. En dat was gewoon trap muziek. En daar draaiden we over de hele wereld. Dus dan draaide ik ook in clubs in China en zo. Dus dan muziek maakt natuurlijk nooit uit. Dus dan opeens had ik wel internationale successen. Maar in ieder geval internationale bereik, zeg maar. Rijkwijde. Maar kijk, als Nederlandse comedian is het is niet zo makkelijk. Je kan niet, je show is ook niet helemaal makkelijk te vertalen. Ik had vorig jaar een discussie, een beetje aan het kijken waar mijn comedy show uit zou komen. Toen heb ik ook met Netflix wel gezeten en die wilden het dan ook natuurlijk gewoon vertalen, want ze willen content aanbieden voor de hele wereld. Maar toen zat ik al meteen te denken, er zitten allemaal dingen in over Thierry Baudet en zo. En hoe ga je in godsnaam dat soort liedjes vertalen? Dus het is een beetje beperkt. Ja, dat heb ik ook met Amerikaanse comedians. Of er zit er dan zo'n woordspeling in. Dan wordt het naar Nederlands vertaald en dan de hele grap is gewoon weg. Ja. Dat ik echt zit van... Moest dit grappig zijn? Heb jij nog het voordeel, of wij nog het voordeel, dat we waarschijnlijk de Amerikaanse context nog wel een beetje snappen, omdat we gewoon zijn opgegroeid met ook al die culturele
context, zeg maar. Dus ja. wij, als zij refereren aan een oude film uit Amerika, is de kans groot dat we die film ook hebben gezien. Ja. Dus, maar als ik daar kom en ik ga daar in een comedyclub in New York staan, ja. en ik begin over Theo Hiddema, dat slaat helemaal nergens op. Terwijl zij kunnen wel hier komen en beginnen over Barack Obama. Niet dat ik Obama met Hiddema wil vergelijken, maar het eindigt allebei met ma. Oh, ja. Op die manier, ja. Het zou toch wat zijn dat ze opeens Theo Hiddema kennen. Nog een dijenkletsers gewoon in Chicago zijn. Doen. Ja. Stel nou dat je dat wel zou doen, maar dat je een soort van eerst introduceert wie dat is. Ja, maar dan moet je dat bij alles maar dat niet, doen. Maar nee, nou, zet het gewoon te lang. Ja. Ben je eerst 5 minuten bezig om zijn leven te beschrijven. Nee, maar comedy is grappig ook omdat er een kern van waarheid in zit. Als het volledig losgezongen is van de werkelijkheid, dan zit er je herkenbaar. Comedy is vaak herkenning. Ja. Dus je ziet iets en daar gebeurt iets onverwachts mee. En of je herkent het, of het is de basis is bekend, of de ontwikkeling is bekend. Maar als je en iets moet neerleggen en vervolgens gebeurt er iets absurds mee, wat allebei niet uit hun werkelijkheid komt, dan is het niet leuk. Ja, klopt. Ja, dat is wel zo inderdaad, man. Ja. Maar op zich in België, Suriname en zo, dat zijn wel op zich wel landen waar je dan wel nog... Dat zou kunnen. In België heb ik ook wel gespeeld. België, ja. Suriname... Zou ik nog wel kunnen, ja. Maar dan zou ik meteen Boutersen gaan dissen en dan moet ik misschien weer weg. Nou, dan hoop je dat je wegkomt. Ja, waarschijnlijk, ja. Oké. Ik kan ook aan een penknopje zitten. Dat is leuk, denk ik. Zo. Oh, ja, heerlijk naar mijn rechteroor ineens. Ja. Als leuk. Ik jou nou zo zet en Don zo. Oh, dan zijn we stereo. Oh ja, dat is wel leuk. Dit is wel nice. Fijn. En dan doe ik mezelf en dan kan ik kiezen. Nee, maar eigenlijk, dat klopt nou niet met het beeld. Ik moet in het midden. Ja? En dan moet jij moet zo en jij moet zo. Dus nu klopt het. Oké. Okay. Ja, dit is lekker. Dat is zeer onwinnen. Of andersom. Ja. Ja, een beetje. Doe het nog eens. Praat nog eens. Oké, hallo. Ja, top. Dit is wel beter. Dit kan wel. Ja. Maar ja, het is nu te laat, maar het had gekund. Het idee is er. Ja. Wordt genoteerd. Ik zet hem wel weer goed, ja? Ja. Okay. Top. Zo. Hé, hey, wat... Even nog even terug op krentenbollen en ontbijt en zo. Kijk, eigenlijk, ik gewoon even helemaal tracing back. Is dat wat je uit dit gesprek hebt gehaald? Dat is de rode lijn. Dat is het gewoon. Ik wil gewoon terug naar krentenbollen. We waren weg van waar het echt om ging en nu zijn we weer terug. Kom maar door. Wat is er? Nee. Eigenlijk was deze setting helemaal niet om interviewstijl en zo. Maar volgens mij las ik dat jij... Je bent vegetarisch, toch? Ja, vegetariër. Vegetariër, ja. Ja, sorry. Wat ik eet is vegetarisch. Oké, okay, sorry. Dat is de bedoeling, ja. Ja. Dat heb je volgens mij vaker gezegd tegen mensen, of niet? Nee, niet. Ja, ik ben een... Nee, sorry voor het zeikerige toontje. Nee, maar er zijn inderdaad veel mensen die zeggen, jij bent vegetarisch. Maar dat klopt niet. Ik heb het vast zelf ook wel eens vegetariër en wat je eet is vegetarisch. Ja. Oké, okay, cool. Ja, wat ik ben zelf trouwens... Nee, ik ben dus niet vegetarisch, want ik heb vlees in me. Snap je? Als jij mij zou eten, dan eet je vlees. Dus dan is dat geen vegetarische maaltijd. Ah, oké. Okay. Dus ik ben wel vegetariër, niet vegetarisch. Oké, okay, op die manier. Ja. Okay. Ja. Nou, thanks voor de uitleg. Ja, nou, dat was de vraag. Daar ben ik voor. Top. Kunnen we verder? Ja. Nee. Nee, ik las iets laatst. Ik had iets gelezen van... veel mensen die kiezen daar nu voor. Ja. Maar juist omdat er zoveel mensen nu voor kiezen... is dat ook een beetje schaars begint te worden qua grondstoffen en... Ja, dus ik wil het daar wel even over hebben. Van, hoe zie je dat inderdaad? Alternatieven voor vlees worden heel vaak gemaakt van sojaproducten, ja. Dus van sojabonen. En doordat er steeds meer vraag is naar alternatieven voor vlees en nepvlees, is de vraag naar soja toegenomen en wordt soja steeds schaarser. Maar dat vond ik eigenlijk een beetje een onzinbericht, want dat is natuurlijk heel makkelijk op te lossen. Dat uiteindelijk moeten vleesvervangers het vlees gaan vervangen. Dus boeren die nu nog grote vleesfabrieken houden, die zouden dan soja kunnen gaan telen. Dus het is een... op die manier. Het was een beetje onzinnig, want het is niet zo dat je alle soja ter wereld op kan maken. Het is niet olie, weet je wel, dat op een gegeven moment alle olie op is. Nee, want je kan het gewoon weer produceren. Ja, je hebt alleen plek nodig en plaats nodig en mensen die het doen. Ja. En plaats is er, want dat zijn landbouwbedrijven, die misschien nu wel heel veel kippen hebben of heel veel andere dingen doen. En mensen die het doen zijn er ook. Dat zijn namelijk boeren die best wel soja zouden kunnen telen. Dus ik vond het een beetje... Tuurlijk, er zit nog wat haken en ogen aan en je moet het goed verdelen. En het heeft een bepaalde transitieperiode nodig waarin je daar die nieuwe wereld toe kan. Maar dat leek me nou niet het grootste probleem als het gaat om... Het lijkt me niet
een motief om geen vegetariër te worden. Nee, maar dat is inderdaad wel hoe het naar voren werd gebracht. Tuurlijk, van, hey, iedereen gaat nu, iedereen is bewust, iedereen gaat goed eten. Nee, en dan maar boom. Dat is natuurlijk de vleeslobby grijpt op zich alles aan om zoiets op die manier te framen. Maar, is het ook niet dat ze het zeg maar misschien niet willen doen, omdat er misschien minder marge op zit in vergelijking met veeteelt? Ongetwijfeld, alhoewel de boeren die nu vlees en landbouwproducten produceren ook klagen over de marge die zit in Nederland althans. Want kijk, Nederland is gek genoeg de tweede producent als het gaat om landbouwexport van de hele wereld. Dus niet relatief gezien, maar absoluut. Dus als je een lijst met landen maakt die het meeste vlees en andere landbouwproducten exporteren, dan staat Nederland op nummer 2. Wie is dat nummer 1? Ik denk Verenigde Staten. Amerika, maar dat is... Dat zou wel kunnen hoor. Sorry, hou me te goed, dat weet ik niet. Okay. Maar in ieder geval 2. En het rare is dus dat zij in Nederland bij de supermarkt een heel slechte prijs schijnen te krijgen. Dus daar maken ze veel zorgen om. En daar moet ook zeker wel wat aan worden gedaan. Want ik vind dat ook wel vreemd eigenlijk. Want de supermarkt verdient dan de meerder aan dan de boeren. Ja. Maar het grootste gedeelte gaat gewoon naar de export. Maar ik weet niet hoe het zit. Of je, stel dat je bent nu een varkensboer en je krijgt de optie om soja te gaan verbouwen. Of weet ik veel, om je bedrijf zo in te richten dat het duurzamer is of zo. Of dat economisch gezien minder interessant is. Dat weet ik niet. Ik denk eigenlijk dat je daar met subsidieregelingen en afdrachten en bepaalde herinrichtingen van je bedrijf en herstructureringen niet zo heel veel last van hoeft te hebben. Maar ik ben geen expert, dus dat is heel makkelijk voor mij om te zeggen. Ja, nee, maar dat is ook onze positie. We kunnen af en toe heel makkelijk lullen, maar we weten af en toe de backstory natuurlijk. Ja, maar dat geeft ook niet, want soms dan comment de mensen van het zit zo of zo, maar dan zeggen we gewoon wat we denken dat het is en dat is gewoon hoe het is. Precies. Blokken. Blokken verwijderen en de volgende podcast zijn mening gebruiken om onze eigen dingen te boosten. Maar dat zou dus wel betekenen, als jij dus een slimme boer zou zijn, stel er zit meer marge op, stel je kan er veel meer mee verdienen, dan zou het natuurlijk stom zijn als jij als boer zou denken, nee, maar ik wil alsnog vlees gaan verkopen. Ik snap het wel, want dat is wel echt de old school shit. Vlees. Ik weet niet of er boeren zijn die varkens, vleesvarkens houden omdat ze het leuk vinden om zoogdieren te laten vermoorden. Ik denk toch niet dat... Dat gaat uiteindelijk toch om geld ook natuurlijk. Precies. Ja. En omdat het gewoon is wat ze kunnen en wat ze doen en wat ze hebben geleerd en wat ze gewend zijn. Maar er is ook een hele grote groep boeren op dit moment die voor die verandering, herstructurering van de bio-industrie is. Ja. Dus het zijn niet alleen de vegetarische... vegetariërs, de linkse klootzakken uit Amsterdam die een beetje brullen vanuit hun eigen bubbel of zo. Er zijn ook echt wel boeren die vinden dat dit anders moet. En laatst werd er geloof ik een bepaald potje ingesteld voor varkensboeren die zich zouden willen laten uitkopen. Dus om de bio-industrie te hervormen is er geld van de overheid gekomen en gezegd van, wil jij je bedrijf verkopen? Dat ding was meteen op. Ja. Dus er zijn zoveel varkensboeren die er kennelijk ook vanaf willen. Dus ja, het is ook wel iets, sorry man, sorry dat ik zeg, maar het is ook wel iets wat wij nu ook wel vaker thuis doen. Kijk, ik ben geen vegetariër, toch? Ja, nee, precies. Ja, nee, ik ben geen weet niet wat je bent of niet, maar ja. Nee, omdat ik het net verkeerd zei, maar... Ik, ja. Maar we doen wel thuis wel vaker dat we echt alleen gewoon groente eten. Dat we zo'n groenteburger bijvoorbeeld. Die shit is gewoon, het is chill. Je bent maar bewuster aan het eten. Precies. En als wij sowieso vlees eten, dan halen we het altijd gewoon biologisch. Geen plofkip en dat soort dat dingen al, en zo. Dat is al heel goed. Ja, ik wil niet nu van, oh, wat goed van je. Nee. Maar ik bedoel meer van, ik vind dat top. Ja. Nee, maar ga even bukken. Het wordt heel snel een soort van, ik weet hoe de wereld zou moeten zijn. En ik hoor nu dat jij dat ook zo wil. En ik vind dat dus goed. Dus ik wil helemaal niet een soort belerend ding doen. Maar ik vind dat wel tof dat je dat doet. Nou, waarom ik het zeg is meer dat... Kijk, vroeger had ik dat nooit echt. Als ik thuis at, nou, we aten bijna elke dag vlees of kip of weet ik veel wat. En ik bedoel meer te zeggen van dat... ik denk dat er ook een deel van de mensen is die gewoon heel trots vasthouden aan vlees eten. Van, nee, ik wil gewoon elke dag vlees. Nee, maar dat is het raarste. Want ik heb ook wel eens, volgens mij wel eens gezegd, in een tweet of zo, maar dat was stel, zelfs als er kweekvlees komt, en kweekvlees, daar bedoel ik mee, dat is vlees dat kan worden gemaakt in een laboratorium met cellen van ander vlees, zeg maar. Dus ik, dat je, ik las laatst dat je vlees kan klonen op gras of zo. Dat ja, zelfs dat heb ik ook gezien. Nou, ja, dat zou ook, ja,
Dat is volgens mij weer een ander ding. Maar, goed, maakt niet uit. Nee, maar vlees goed, als stel dat je vlees kan maken dat echt gewoon niet te onderscheiden is van echt vlees. Ja. En er zijn geen dieren bij vermoord. Dan nog zul je waarschijnlijk mensen die hebben zeggen, dat ga ik niet eten. Precies. Want ik wil echt vlees. Terwijl als je het onderscheid niet eens meer kan maken, wat boeit het dan? Maar ik denk altijd dat mensen, dat er mensen zullen zijn die zo denken. En ja, dat, die sterven dan uit. Ja, maar dat bedoel ik dus inderdaad. Dat je dat gewoon, dat je gedachten blijft vasthouden van nee, ik moet een dood dier eten. Ik denk echt, die McDonald's heeft zo'n veggie McChicken. Nou ja, volgens mij, als iemand een McChicken menu bestelt en ze geven me veggie McChicken, dan denk ik zeker s'avonds laat. Ik wilde hem echt al een stuk of 5 keer proberen, maar die klootzak, hij is elke keer uitverkocht. Nee, maar dat is gewoon, hij is uitverkocht? Hij is uitverkocht. Ah, dat is, vind dat ik zegt, nice. Ja precies, heb je ooit gehoord dat de Big Mac uit was verkocht? Nee, maar die blijven ze maar smaken elke keer. Maar dan is het, ik wil die veggie, wil ik gewoon eens een keer proberen. En net als je hebt van de vegetarische slager, heb je frikandelbroodjes en sausijzenbroodjes, die zijn echt niet van echt onderscheid. Ik heb ze wel eens aan mensen gegeven, gewoon hier heb je sausijzenbroodje, oh lekker. En in 0 seconden erover nagedacht dat er geen vlees in zat. Ja, maar dat is het ding inderdaad. Dus gewoon, als je het niet vertelt, dan eet ze het gewoon op. Nou ja, en dat is nu hoe lang? Het zijn natuurlijk al wel een paar decennia bezig. Maar in ieder geval de laatste 5 à 10 jaar is het echt veel moeite voor gedaan om die dingen zo realistisch mogelijk te krijgen. Nou, we geven het nog 10, 20 jaar. En dan heb je echt vleesvervangers of kweekvlees of nepvlees. Dat echt niet van echt te onderscheiden is. En daar, die wereld die komt eraan. Dus dan moet je bedenken, hoe wil je dan je wereld inrichten met fabrieken waarin miljoenen zoogdieren elke dag over de kling worden gejaagd. Ja, in hele gruwelijke slachtmethode. Of een wereld waarin we... Daar komt een ambulance voorbij. Ja. Ik denk dat we worden opgepakt. Ik denk het ook. Door de ambulance ook gewoon. Dat is een cliché. Ja, raar, toch? Ja. Dat is een cliché. Ja, ja, dat als je een sirene hoort. Ja, sorry. Maar we zijn wel in Amsterdam, hè. Dus, je weet maar. Ja, precies. Even soundboard aanzetten. Okay, ik heb even een minuutje lang, mag ik niks zeggen. Ja, klopt. Draai je zelf maar even weg. Nou, die Arjan, jongen, die gozer. Ik snap het echt niet. Nee, klopt. Vol praat over comedy en dan uiteindelijk ze komen je halen. Ja. Nee, wacht. Nee, dat zijn niet letterlijk ze komen je halen. Nee, oké. Okay, maar dan leiden je wel naartoe. Ik zei, ik denk dat we worden opgepakt. Ja, nou ja. Door een ambulance. Oh, oké, okay, ja. Dus het sloeg helemaal nergens op. Ja, tenzij we... Ik geef mezelf een rode kaart. Je hebt gelijk. Ja. Nee, nice man. Nee, ik vind het wel een interessant onderwerp. Omdat ik het vroeger dus ook gewoon nooit echt heb geprobeerd. En nu, wat ik zeg, zo'n spinazieburger of een weet ik veel. Wat je heb hebt je ook daarmee? Nu, pompoenburgers. Die dingen zijn echt serieus super nice. Ik probeer ook eens niet om reclame te maken per se, maar Beyond Burger. En je hebt nog eentje, Moving Mountains Burger. Dat zijn, die zijn ook helemaal sappig. Ja? En die worden ook bruin. Dus die, zeg maar, dat lijkt een soort rood vlees. En dat gaat ook sissen weet ik veel. Dat gaat verkleuren en zo in de pan. Dus als klaar is het een bruin ding. En het smaakt ook, de textuur is ook heel vlezig. Dus dat is alweer een stap voor. Want toen ik begon met... Ik was ook in mijn jeugd ook een tijdje vegetariër. Toen had ik echt... De alternatief was altijd een soort plak kaas. Of een heel vieze soort lap soja spul. Tofu spul. Ja. Maar nu is het echt, ja... Het is niet te onderscheiden, want ik sta wel eens voor het schap. Nou, maar serieus, je staat wel eens voor het schap. Sta ik dan te kijken, denk... Oh, what the fuck, man. Ik sta hier voor het schap waar helemaal geen vlees in wordt verwerkt. En dan denk ik echt van... Maar dat had jij ook niet de pornoafdeling in de video. Klopt, denk, klopt. Holy shit, waar zijn die antieke games? Nee, klopt. Nee, toen zag ik ook een aantal grote worsten in. En dan denk ik, die zijn volgens mij zijn die van rubber, maar ik weet het niet zeker. Het gaat deze kant op. Ja, je wilt het ik zelf. Ik zet jou eventjes uit nu. Hoezo? Ja. Nee, maar dat mag gewoon. Ja. Oh, dat mag gewoon. Ja, nee. Hoezo is dat een time-out waardig? Nee, weet ik. 2020, geen taboe meer. Ik bepaal, dit is helemaal niet mijn podcast, dus ik moet van die knoppen afblijven. Nee, het geeft die niet, man. Die zijn veel te aardig voor mij. Ja, nee, maar je wilt te graag een knoppie zitten. Ja, maar ik ben echt knoppengek. Draai even je eigen, hoe heet het? Mijn EQ erin. Nee, dat klinkt wel oké. Nee, maar ik heb echt te veel apparaten ook thuis. En met spullen en die ik dan 1 keer gebruik. En dat is allemaal, ik vind het allemaal net... Gewoon zo'n kast met allemaal ongebruikte apparaten. Ja, met looppedalen en met mengpanelen en reude opnamestations. En het is echt vreselijk. Maar het is lekker juist. Nee, het is heel leuk. Het is gewoon een hobby. Ja. Maar het is soms dan denk ik wel eens, het is wel echt zonde van die machine. Heb ik echt 1 middag mee gespeeld. Ja. En nu staat hij in de kast. Mijn vriendin die vindt het ook wel heel luxe probleem. Heel erg luxe probleem. Ja. Ik wist niet dat het niet mocht vandaag, maar het was wel echt een luxe probleem. Nee, fuck it. Gooi het erop. Luxe problemen. Het was een luxe probleem. Ja. Wij hebben het zo vaak over luxe problemen. Wat is jullie... Nee, laat maar.
Nee, vraag maar. Je mag alles vragen, kom op. Als we niet willen antwoorden, zeg gewoon nee. Nee, precies, want we hadden het van tevoren even over, want... ik wilde vragen wat jullie, zeg maar, jullie thuissituatie was of zo. Maar ik dacht, ik hoef ook niet per se over mijn thuissituatie te praten. Dus ik dacht, ik moet niet naar dingen vragen waar ik zelf niet over wat is je vraag? Wat is, wat nee, is gewoon, heb je een vriendin of een kind of een vriend of een woon je bij je ouders of wat is er? Ja, wij zijn al een paar jaar getrouwd. Ja, nee. Dus is het. Oké. Okay. Nee, grapje, maar. Zwaar vechten. Ja. Nee, ik heb een vriendin. Ik ben al sinds mijn 15e met haar samen, man. Echt waar? Ja, man. Jezus. 14 jaar, 15 april dit jaar zijn we 14 jaar samen. Helft van je man. Leven. Thanks, man. Ja, bijna helft van mijn leven. Holy shit. Dat is echt lang. Ja? Ja. En nog steeds leuk? Nog steeds leuk. Jeetje. Ja. Wat leuk. Ja, en is zij ook in de biz van entertainment en internet en YouTube? Nee, dat niet. Nee, okay. Nee. Zij werkt gewoon in een winkel. Is nu wel bezig met... mijn geluk, ze is bezig met een masseuse opleiding. Oef. Dus ik ben helemaal chill, man. Als ze dat op jou moet uitproberen. Heerlijk. Ik zeg, kom maar weer. Oh, ja, ik voel even wat. Ja. Kan ik een keer bij jou langskomen? Jij kan zeker een keer bij ons langskomen, ja hoor. Als jij dan een paar vega-burgers meeneemt, ja, die ze, High Mountain, als wat zijn? Zij dan mijn rug een beetje... Ja hoor. Okay. Maak je zo'n high tea middag van. Ja, raar. Met massage. Ja, voorstel dit, maar wel gezellig. Ja, nee, leuk. Ja, lekker man, zeker. Dus dat is gewoon super chill. Dat is lang inderdaad, ja. It's a long time, man. Ja. Nou, leuk dat het zo goed gaat. Ja, nee, zeker, man. Ja. Wat was het? Twee jaar geleden haar ten huwelijk gevraagd ook in Canada. En ze ging akkoord. Ja, gelukkig wel. Anders had ik... Wat zou je dan hebben gedaan? Nou, het was op een berg. Je hebt op een berg of een heuvel? Ja, bovenop een berg in Canada was dat. Dus ik dacht, waar, als ze nee zegt, dan bij Peto Lake. Bij Jasper. Oh ja, bij Banff. Jasper. Ja. In de Canadian Rockies. Ja, wacht, ik kan een foto wel laten. Het is echt serieus. Ja. Het verhaal, je gaat bijna niet geloven. Er was daar toevallig een trouwfotograaf aanwezig. Oh. Echt toevallig. Ik ben ook bij dat meer geweest trouwens. Ja? Dat is echt vet hoor. Mooi, het is heel blauw, lichtblauw meertje. Ja, klopt. Dus het was echt het perfecte moment. En het lijkt alsof alles in scène is gezet. Oh, leuk verhaal. Ja, het is ook een mooie foto. Even kijken, look at this. Bam man, kijk dit. Oh ja, en de winter ook. Oh, sick. Ja. Leuk man. Dus Maar dus, wat nou als ze gewoon nee zei? Dan volgens mij ik gewoon schreeuwde van die berg jij af. Dan gewoon zo hard dat er lawines werden gecreëerd. Nee, maar ik stond op een berg. Ik kon mezelf dan gewoon naar rechts kiepen en dan was het klaar. Dus dat is een van de twee dingen. Dat was... Ik kon veel keuzes maken. Dat is wel fucked. Want dan heb je eigenlijk gewoon een verschillend idee over de relatie. Dat is ook gewoon naast gênant. Is het ook gewoon kut. Nee, als ze nee had gezegd, dan ja, weet je, dan is zo het rigoureus toch als je zo'n tegenslag, het is een grote tegenslag, maar om je nou mezelf meteen van een berg af te laten rollen. Nee, we overdrijven, dat is heel leuk. Ja. Wij houden van overdrijven, man. Nee, dat geloof ik wel. Ja, ik doe een beetje mee, toch? Ja, klopt. Ja, met je krentenbollen van 2 euro, klopt. Nou, oké, 1,85. Ik ga toch weer terug naar die krentenbollen. Ik merk het. De rode lijn. Ja. En dan ben jij ook nog iets over je thuissituatie vertellen of ben je chill? Nee, ik kan best. Ja, ik woon alleen. Mijn vriendin woont in regio Groningen. Dus, echt? Ja, dat, ik kom uit regio Groningen. Dat sluit inderdaad aan. Dus daar ga ik regelmatig naartoe. Zij heeft ook gewoon eigen onderneming. Wat leuk. En doet ook aan het YouTube gebeuren. Oké. Dus dat is super chill met ideeën, sparren, et cetera. Dus dat we daarop op dezelfde lijn zitten. Ja. Aansluitend ook op het vegetariër gebeuren. Wilt ze graag zijn. Ja. Alleen ze is allergisch voor noten. Oh shit. En allergisch voor soja. Dus zij is vrijwel verplicht. Dat is moeilijk. Vlees te eten. Dat is wel echt cru. Ja, dat is kut. Ja, dat is kut. Jammer zeg. Ja, simpelweg. En wat heb je nog meer? Ja, plant. Water. Plant, in geperst in vleesvorm. Nee, maar het is gewoon echt zo'n beetje elk alternatief op vlees is soja gebaseerd of noten gebaseerd. Ik denk dat ik het dan ook niet zou doen. Ik bedoel, ik ben wel in zekere zin een idealist, maar dan zou ik denk ik al mijn energie steken in zo lief mogelijk gekweekt vlees, zeg maar. Ja, yeah, gewoon zo'n bewust leven. Ja, ja, als je dan wordt het wel heel moeilijk inderdaad. Jeetje, wat kut. Dus ik zit zelf de laatste tijd zit ik dan ook wel eens te kijken, zeg maar, bij ingrediënten van, oké, waar zitten noten in en zo. Ja. Het is veel, eng. Ja. Het zit overal in. Maar ook omdat er op heel veel verpakkingen staat, er kunnen noten in. Ja, gemaakt in een fabriek van noten. En jeetje. Nou, ja, dat is wel heel moeilijk inderdaad. Dat is, en
wat leuk, ik vind regio Groningen sla ik op aan. Maar goed, dan gaan we heel concreet over Groningen praten. Zeker, dat hoeft niet hoor. Maar wat vind je van de regio Groningen? Ja, regio Groningen ja, maakt me niet zozeer uit. Stad Groningen. Is leuk hè? Mooie stad. Ze hebben nu het Forum. Forum? Forum, dat is een soort megalomaan, gigantisch project. Of megalomaan is fout gezegd, want ik vind het te gek. Maar het is een soort piramide-achtige gebouw met een bibliotheek, een bioscoop en een restaurant erin. En dat staat eigenlijk gewoon midden in het centrum. Dus we hadden zeg maar de grote markt en daar waren een paar... In de oorlog zijn er een paar kanten van gebombardeerd. Dus het zijn hele lelijke jaren 50, 60 gebouwen. En daarvan hebben ze nu één kant weer opnieuw gebouwd. En daarachter is dat opeens dat, poef, zo naast de Martini-toren, is opeens zo bam, dat Forum verrezen. En dat is echt maar te gek. Is het zeg maar als je bij de grote markt gewoon letterlijk rechtdoor loopt, dat die daar staat? Ja, dus je hebt het, ja, het stadhuis. Okay, dan en dan bedoel. Sta je met je rug naar het stadhuis. En dan zie je daar zo, toem, opeens nu het Forum. Ja. Dat is echt te gek. Ja, dan weet ik welke je bedoelt. Fan van het Forum. Ik loop er altijd langs. Ja, ga eens naar binnen. Moet ik eens kijken? Ja, en dan okay. Roltrappen en je kan overal zitten en je hebt de eetentjes en dingen. En je kan het dak op, dus dan kun je in de omgeving kijken en zo. Okay. Nou, Lot, je hoort het. We gaan naar het Forum. Ja, Lot, ik kom mee. Nee, ik kom niet mee. Maar we gaan het maar wel eens een keer doen. Dat is ook een ding, van die beloftes die op tv. Ja, dat ik moet gaan het ook niet doen. Zeggen. Ik kom ook niet bij jouw vriendin om het te laten masseren. We zeggen dit nu. Ik heb het net geappt, man. Godverdomme. Het is al ingepland. Zij heeft het al getweet, ja, gepubliceerd. Dat je is moet dat soort dingen de rug van Arjen Lubach masseren, ja, en ellebogen op ze om. Je moet mijn ruggengraat masseren, want blijkbaar heb ik die niet. Het is echt ongelooflijk. Dat is net zoals dat je mensen spreekt en dat ze dan zeggen aan het einde van een schoolperiode. Dus, hey, we gaan nog een keer afspreken. Ja, en dan zeg je ja en dan denk je in je hoofd, gaan we het nooit doen. Nee. Ja, ja, ja. Gaan we nooit doen. Net vroeger op vakantie, dat je dacht, ik kan me niet voorstellen dat wij elkaar niet blijven zien. Als er na twee weken, wie was die gast? Klopt. Klopt. Ja, verdrietig, hè? Hoe bedriegelijk de mens is. Eigenlijk wel. Ja, ja. Zeg dan gewoon inderdaad, we doen het gewoon niet. Klaar. Zo'n guy sprak me aan, die ik echt al een jaar niet heb gesproken. En ik zat van... Hij zat van, we moeten weer eens afspreken. En ik zat van, ja man, moeten we echt doen. Maar ik betrapte mezelf op. Ik zat van, oké, welke datum? Ja, gelijk een datum meteen, afspreken. Meteen. Dus wanneer kan je? Kijk, zie je? We gaan met Lot naar het Forum. Of ja, ja. Wat de fuck? Hoezo? Wat is dit nou weer? Nee, zo zeg maar gewoon dat het in Groningen. Dus, daar moet ik dus nu eigenlijk zeggen, ja. Ik zie dat niet gebeuren, man. Precies. Ja, dat is, vind ik dat nice, is toffer, man. Toch? Ja, dat is beter dan zeggen ja en ik kom niet. Ik hou van eerlijkheid, man. Ja, zeker. Okay. Dus dat is nee, goed. Niks te nadenken van jou en je vriendin, maar nee. Nee, prima. Gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nee, prima. Dat vind ik goed. Nou, goed om te horen. Ja. Ja. Maar je gaat wel naar het Forum. Nee, ook niet. Ja, in mijn eentje of met mijn vriendin, maar niet met Don en zijn vriendin. Misschien kom ik je wel tegen. Dat zou kunnen. Dat kan. Ik kan ook jouw vriendin tegenkomen terwijl ik bij haar in de keukentafel zit terwijl ze mijn rug aan masseren. Dat zou heel goed kunnen, maar dat lijkt me heel gek. Als ik dan thuis kom en dan denk ik, super. Maar echt heel gek voor jou. Schat, ik ben thuis. Ja. Hoe is ik dit heb krentenbollen gekocht. What the fuck doet Arjen Lubach? Ja, waarom wordt die gemasseerd? Ja. Wat is hier aan de hand? Ja, dat is allemaal dat het kan, maar de kans is wel vrij klein, denk ik. Ja. Leuk, jongens. Wat zou je doen als dat gebeurt? Als je gewoon thuis komt van supermarkt, boodschappen en je hoort ineens boven in je slaapkamer onzedelijke geluiden. Waar gaat dit naartoe? What the fuck? Gewoon, je bedoelt... gewoon een hypothese. Het standaard filmscène dat je honey, I'm home en shit is happening. Ja. Ik onthoud me even van commentaar, dus ik geef het even aan jou. Ja. Dat is zo onvoorstelbaar. Ik zou eerst gewoon kijken van, ja, misschien is een pornofilm aan het kijken. Dat weet je niet. Yeah. Dus ja, voor hetzelfde. Want je hoort alleen de geluiden. Yeah. Maar ja, als het zover is, bro, ja, fucking, I don't know, man. Ik zou me zo bedrogen voelen. Ik zou beginnen met hoeken, maar gewoon ook mezelf. Ja, jezelf hoeken. Iedereen, alles gewoon. De buren, buurman, overal. Sowieso de buurman. Nee, maar zou je die... Ik bedoel, oké. Stel er is inderdaad een guy. Ik bedoel, stel dat hij dat niet weet. Al vaak wordt bijvoorbeeld zo'n gast in elkaar getrapt in zo'n kamer. Maar ik denk dat je emoties dan gewoon niet... Ik denk dat de grootste boosdoener zou dan... Ja. In dit hypothetische voorstel je vriendin zijn. Ja. Dat is het raar natuurlijk. Klopt. Aan dit soort situaties. Dat je altijd boos bent op degene die precies wil wat jij ook wil. Dus van hem is het wel te... Hij wil namelijk jouw vriendin... bevoezelen. En dat is iets wat jij wel kan snappen, want dat wil jij ook. Precies. Maar zij heeft iets gedaan waar je boos om kan zijn. Maar vaak wordt in zo'n situatie zo'n man of vrouw helemaal verrot getrapt. Ja. Terwijl, misschien heeft ze wel gewoon alles voorgelogen. Ik heb geen vriend of ik heb geen vriendin. Precies. En kom maar langs en het maakt me allemaal niet uit. Verlovingsring gewoon.
Ja. Ik zou denk ik naar Canada vliegen om daar van een berg te laten rollen. Hey. Dat zou ik met denken. Krentenbollen. Ja, ja. Gewoon met een zak krentenbollen onder je arm. Dat je eerst de krentenbollen gooit om te kijken hoe ver die gaat. Ja. Hoe ze zo rollen. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat zou jij doen? Nee, ik onthoud me van commentaar. Ja. Want ja, ja, kijk, ik zit in een soort situatie dat als ik dingen over mijn privéleven vertel, dat het kans is dat het nieuws wordt. Snap ik, man. Daar heb ik, dat heb ik al een paar keer meegemaakt. Dat je, ja? Nou ja, want dan zeg je zoiets een keer, weet ik veel, 10 jaar geleden of in een Volkskrant interview, geloof ik, weet niet meer, iets van ik wil niet samenwonen of zo. En, dan is het meteen, ja. Arjen Lubach, ik zou nooit samenwonen. En dan, toen daarna ben ik een keer gaan samenwonen met mijn toenmalige vriendin. En dan zeg maar, ja, je woont niet samen, toch? Ja, je woont. En dan wordt het een heel ding. En ik heb gewoon helemaal gezien. Ja, snap dus ik, man. Op een gegeven moment ben ik gestopt met, ja. Dacht, oh ja, dat soort uitspraken, ja. Dan laat ik mij van achter. Dus en als je dat niet wil zeggen, ook helemaal geen punt. Maar dus stel, hè, ik zeg het nu, maar jij hebt het niet gezegd. Dus stel dat je hier inderdaad had gezegd, oh ja, dan zou ik dit of dat doen of zus of zo. Dat het dan helemaal uit context getrokken kan worden. Kan. En ja, hoor. Ze maken er zo'n nieuwsartikel nee, van. Nee, maar dat is sowieso, dat is gewoon snap ik, een realiteit. En dat geeft niet, want ik doe het ook zelf. Maar heel vaak, inderdaad, dat is het leuke aan podcasts natuurlijk, is dat wij in een uur zitten te kletsen en dat mensen, als ze het helemaal hebben gevolgd, zo die context van al die grapjes en zo snappen. Ja. Terwijl als ik nu zo in één keer eruit flap, zo van ik zou dit of dat doen, dan kun je daar een kop van maken van Arjen Lubach vreest, relatieproblemen of zo. Ik zeg maar, ja, maar nee, dat, snap maar, ik, man. Maar ja. Dus dat kun je maar beter dan vermijden of zo. Tenzij het echt iets is waar je echt heilig in gelooft en waar je achter staat. En wat je ook echt naar buiten wil brengen, dan moet je vooral dingen zeggen. En dan worden dat koppen. En dat vind ik niet zo erg. Ja. Weet je, als er nu staat, Arjen Lubach vindt zijn tv-programma heel belangrijk. Denk ik, ja, dat is ook zo. Dat vind ik ook. Als precies. Je dat uit het gesprek haalt, prima. Maar dit soort dingen wordt dan zo... Ja. Ja, dus als je hier erin knipt en opeens zeg je zoiets, dan is het in één keer van boom, dit is het. En ze gaan niet nog een uur podcast luisteren om de opbouw van niet. De krentenbollen grap te snappen of zo, snap je? Ja, dat soort dingen. En, maar dat is toch bullshit? Want dat ze niet zeg maar de volledige context pakken. Ik had eens een keer... misschien pakken ze wel de context, maar het is gewoon niet iets wat ik per se in een kop hoef te zien. Dus dat is dan... De context is... Het is onbelangrijk, want als je het hele gesprek luistert, hoor je dat het een heel klein onderdeeltje is van een heel lang gesprek. Mm. Maar het wordt dan vertaald naar een alsof ik dit moedwillig zelf de wereld in heb willen brengen. Oh, ja. Dus als ik ergens in een vraaggesprek zeg van op mijn 15 heb ik een keer dit of dat gedaan, dan is dat gewoon heel duidelijk dat jij wilde dat weten. Jij hebt het al verteld, dus ik vertel het ook nog even, want zo werkt het gesprek. Maar als de kop dan wordt, Arjen Lubach dubbele punt, op mijn 15e heb ik dit en dit gedaan, dan is het alsof ik op een dag wakker werd en ramen open heb gezet en dat ik iets naar de wereld toe wilde schreeuwen, maar dat wil ik helemaal niet. Mm. Snap je? Dus de context is dan het belang van de uitspraak. Nou, het is meer dat je een soort van het hebt opgebiecht of zo. Op die manier bedoel je het of niet? Ja, of maar goed. Dit moet ik op deze manier, ik moet dit. Terwijl, nee, als je deze podcast luistert of kijkt, dan is het heel duidelijk hoe ik dingen bedoel en hoe belangrijk of onbelangrijk ik dingen vind. Maar als het alleen maar in tekst in een kop staat, op een roddelblad, dan lijkt het alsof dat iets is wat ik de wereld in heb willen helpen. En dat is het niet per se. Ja. Alles wat ik vandaag heb gezegd, heb ik ook gezegd omdat het met jullie zit te kletsen of omdat jullie daarna vroegen. Maar niet omdat ik dacht, weet je wat ik eens een keer op nu.nl zou moeten willen. Niet moet willen. Dat mijn vriendin. Ik hoef helemaal niks op nu.nl te krijgen. Tenzij er een nieuw seizoen zondag met Lubach komt of ik ga weer wat anders doen. Dan ben je er heel bewust mee bezig met uitspraken? Nou, dat heb ik gewoon geleerd. Nadat het een aantal keer mis is gegaan. Ja. Snap ik nu wel hoe dingen kunnen werken. En misschien stel ik me wel een beetje aan. Het zou kunnen hoor, dat ik het iets overdrijf. Maar goed, beter better safe than sorry. Ja, precies. Ja, dat is je eigen ding inderdaad, man. Ik bedoel, als jij nu inderdaad dat één keer hebt meegemaakt, dan zal je wel op een gegeven moment denken van ja, fuck dat, man. Dat ga ik gewoon niet meer... Dat kan ik even vermijden door even 10 seconden niks te zeggen en dan klaar. Nee, maar ik had een vriendin van mij ook wel eens die... Ja, misschien moet ik dit bijvoorbeeld al wel niet eens vertellen. Maar nee, dit vertel ik bijvoorbeeld al niet. Nee, prima. Laten we onze microfoons even uitzetten, dan vertel ik het even zonder. Yeah. 1 seconde, jongens. Even kijken. Oké, we zijn weer terug. Oké. Snap je hoe kwetsbaar het kan zijn? Ja. Ja, maar ze kunnen het dan ook verdraaien. Precies. En alles kan. Ja. Je hebt het niet meer in je hand. In je eigen hand. Ik had eens een keer een schrijven naar een collega. Een quote van Denzel Washington bij zo'n roodloper interview. Waarbij die zei van... het is eigenlijk de taak van nieuwsplatformen om de waarheid te spreken... Maar dat vergooien ze een beetje om de eerste te zijn. Ja, dat is wel waar. Vaak. Niet alle nieuwsplatforms. En
En het is soms is het ook gewoon wat het is. Dus dan valt er ook niet zoveel aan te verdraaien. Maar dat gaat inderdaad wel heel vaak. Mensen willen heel vaak de snelste zijn. En dan daardoor doen ze wel eens wat onzorgvuldigs. Je ziet ook, je hebt ook van die Twitter-accounts die volgen grote nieuwsplatforms. En die trekken hoe koppen zijn aangepast. Dat ook van de NOS, geloof ik. Dus dan staat er eerst: minister, we gaan nooit voor een vuurwerkverbod. Dat is allemaal fictief voorbeeld. Veel? Ja, en dan staat er een uurtje later: mogelijk geen vuurwerkverbod, zegt minister. En dan staat er een uur later: er wordt naar een vuurwerkverbod gekeken. En dat laatste ding is dan het meest accurate ding als het gaat om het nieuws. Alleen het eerste is natuurlijk het nieuws. Dat is de headline. Kom snel, we moeten pushen. En dan, dat is gewoon de clickbait van YouTube. Wat, en dan zijn ze iets onzorgvuldiger, iets minder checken. Maar als er maar inderdaad eerder zijn. Want mensen die pushberichten hebben aanstaan, die krijgen dan eerst de NOS en dan RTL. En dan nu denk ik, NOS was als eerste. Ja, en die gaan we lezen en die gaan we bekijken. Ja, en daar klikken we op en hebben het nieuws gezien en klikken we niet meer op die andere. Ja, man. Kijk, ik vind het clickbait vind ik op zich niet erg. Zolang het maar niet de waarheid verdraait. Nee, maar... Ja. Iedereen mag doen aan clickbait, maar zolang je maar gewoon de waarheid vertelt. Ik vind aan clickbait ook wel... Ja, maar je gaat wel vaak de richting op van net op het randje zitten van... Ja. Snap je, bijvoorbeeld iemand wordt misschien bijna aangereden of zo. Bijna doodervaring of zo, snap je? Terwijl misschien ging die man 5 km/u of zo. Dus zo snel kan dat gaan. Het gaat om de beleving. Iemand heeft het zo ervaren. Ja, maar reet. Maar dat is niet het werk van serieuze nieuwsmedia. Nee. Ja, op YouTube-video's is het ook weer dat anders. Dat is van je eigen sensatie. Ding. Ja, dat is weer iets anders. Klopt. Wat een leven. Nice, man. Hoe lang zijn we bezig? Ja, een uur. Dus nog 4 uur te gaan. Nou, leuk. Maar we hebben geen internet hier. Hè? Ik dacht, misschien hadden we nog zo'n vraagje van kijkers kunnen pakken. Maar waarom heb je geen... Je hebt toch gewoon 4G? Nee, dat gaat dan via die laptop en dat komt dan niet door. Dat hebben we nu. Nee, dat is fout. Maar ik heb ze laatst gecheckt en volgens mij staat er nog geen vraag tussen. Ah, oké, man. Dus cool. Ze moeten even aan het werk. Aan de bak. Aan de werk. Cool, top. Dames en heren, dankjewel voor het luisteren naar, luisteren en kijken naar de Recht voor je Raad podcast. Arjen, dankjewel voor het meedoen. Jullie bedankt, jongens. Ja, man. Echt, ik vond het super gezellig. Volgende week ben je er gewoon weer. Ja, dat is weer zo'n TV-belofte. Ja, dat was Oké, ik zal eerlijk zijn. Nee, dat zit er gewoon niet in, man. Nee, okay, cool. De kans is dat we elkaar hierna misschien wel nooit meer zien of gewoon nog een keer tegenkomen. Klaar. In het forum. Misschien. In het forum of bij jou thuis aan de keukentafel terwijl mijn rug wordt gemasseerd. En terwijl jij een vegetarisch... burger staat te bakken. Heerlijk. Terwijl mijn rug wordt gemasseerd. Thanks, man. Oké, geen probleem. Super nice, man. Dank jullie wel. Doei. Doei. Yo. Later.